luisteraars over heel Zuid-Holland, Rotterdam, Leiden, Gouda en natuurlijk de thuisbasis. Den Haag. You are correct, sir. Zeker weten dat wij dit weekend net zoveel aandacht trekken als toen. Stad FM. Radio Stad Den Haag. 97.2. Kwartet. 4 uur, 4 DJ's. Dit uur met... Ger de Goede. Zitten we dan weer, kwartet in 1997. Klinkt dat toch heel anders dan een jaar of 10 geleden. Dit is Radio Stad Den Haag via de 106.3, de frequentie van de Energy FM. En we willen Erik nog eventjes bedanken. Erik, ben je er nog? Ja. Erik, fantastische show. Ik moet zeggen, de complimenten, want je hebt het zoveel jaren niet gedaan. Dat is echt een verademing om naar te luisteren. Het begint hier aardig druk te worden in de studio. En zoals het vroeger ging met kwartet, we begonnen altijd met de kwartetschijf. Onafhankelijke radio, Radio Stad Den Haag. Nou leuk hè, dat je weer zo'n plaat opzoekt, zo'n oude van vroeger die je nog op zolder hebt staan en waarvan je denkt van, hey, die moet ik nog een keertje draaien tijdens het reunieweekend van Stad Den Haag. Peter Griffin en Step by Step. Het is even na 12:30, dit is Ferry van Dijk met het Radio Stad Den Haag nieuws. We blikken terug op het nieuws van toen. De presidentsverkiezingen in Amerika in 1984 zijn nauwelijks spannend te noemen. Ronald Reagan wordt herkozen voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Uit alle geledingen van de Amerikaanse samenleving is er gestemd op de 73-jarige president Ronald Reagan. Maar onmiddellijk wordt eraan toegevoegd dat er toch meer sprake is van een persoonlijk succes dan van een overwinning voor de Republikeinse Partij. De herkozen Ronald Reagan begint aan de finale van zijn politieke carrière met dezelfde beloftes als 4 jaar geleden. Een sterke economie, een krachtig militair apparaat en onderhandelingen met de Russen over nucleaire ontwapening. I'm gonna do it just one more time. You ain't seen nothing yet. De 73-jarige Reagan ondervindt in de tweede termijn veel kritiek op zijn functioneren. Steeds duidelijker wordt de rol die zijn politieke adviseurs en zijn vrouw Nancy spelen bij het bepalen van zijn beleid. Tot zover, meer nieuws over een uur. Tijd om alle platen helemaal te draaien, dat zul je begrijpen, want er zijn hier zoveel mensen die heel eventjes aan de beurt moeten komen. Eerst heb ik iemand aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond.
Hallo, met wie? Hallo, met Esther. Hadi Esther. Hallo. Een oude Radio Stad luisteraarster? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja, zeker. Hoe oud ben je als ik vragen mag? Dat mag, 27. 27? Ja. Oh, dan heb je nog een stukje van die periode meegepikt. Ja, ik was heel jong hoor. Ja, 17 was ik. Ging je al uit in die tijd? Ja, ook. Ja, maar... niet naar de marathon of naar Sandokan, maar ik luisterde altijd wel mee, dus hartstikke leuk. Altijd, ieder weekend bij de radio. Ja. Ja. En met wie zit je nu te luisteren? En met mezelf. Met jezelf? vind je het gezellig overkomen allemaal? Ja, ik zit er heel erg primitief bij, want ik heb een transistorradiootje in de keuken neergezet. Omdat die in de woonkamer komt, die er niet door. Dan heb ik Radio Veronica. Oh nee, ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee, dat is vreselijk. Wat was jouw favoriete plaat in die tijd? Ja, ik heb een heleboel, joh. Ik zou dat zo niet kunnen zeggen. Maar ik wilde eigenlijk gewoon alleen een reactie geven. Vind ik super leuk. Oké, je vindt het leuk om te horen. Ja. Wij vinden het leuk dat je even gebeld hebt. Ja, vaker doen zou ik zeggen. We gaan het proberen, ja. Hey, dankjewel voor je reactie. Oké, succes. En dan hebben we er nog één. Die zit hieronder. Ja, van mij zitten allemaal er gewoon in. Wat? Oh ja, oké. Okay. Hallo, met wie? Met Kees uit Voorburg. Hey, Kees uit Voorburg. Goeiedag. Goeiedag. Hey, fantastisch, hè? Wou je nog even wat kwijt? Moet vaker gebeuren dit, hoor. Ja, dat zeggen ze allemaal, ja. Ik ben ook van die leeftijd, 26. Ik luister bijna de hele dag al even, gisteravond even. Ik hoorde toevallig via een vriend. Ja. Hij zei, joh, stap zit erin. Ik zei, joh, ik zeg, dat ken niet. Maar, Ik moet je zeggen, het is ook ongelooflijk, al de reacties die we gekregen hebben. Ja, het is echt gigantisch. Ja. Luister je naar de 106.3? Ja, het wisselt twee frequenties. De oude frequentie 792 of 106.3, hè. Ja, wat een toeval, hè? Het is echt niet wat een ja. toeval, ja, het is niet te geloven. Ja. Ik kom die Kale nog wel eens tegen, Michiel. Michiel, die kom je nog eens tegen. Die zit hier dus ook, hè? Ja, alleen. Maar van jou gebeurt er wat. En dan maar ja, zegt hij, ja, weet ik niet. Ik heb hem wel eens gehoord daarover. Hij zegt, ik wil wel eens een keer een reunietje, maar... Nou, als dat nu zou gebeuren. En daar is hij, hè, de reunie. Ja. En ik vind dat we dat eigenlijk ieder jaar moeten doen. Wat vinden jullie ervan, jongens? Ja. Ieder jaar, hè? Ja. Ja, ieder jaar een keer. Ja, vind ik ook. Hey, dankjewel voor het telefoontje. We gaan naar de volgende. Mag ik nog wat afhouden, of niet? Ja, nou, doe maar even. Ja? Wie weet hebben we hem. Wat mij aansprak in die tijd was Ken Leslow, niet Kalo. Don't cry. Ken Leslow. We gaan even kijken of hij aanwezig is. Er wordt meteen gelopen voor je. Hey, de groetjes. Oké, dankjewel. Hoi. Energy 106.3 FM. Met luisteraars over heel Zuid-Holland, Rotterdam, Leiden en Gouda. En natuurlijk de thuisbasis. Den Haag. You are correct, sir. Zeker weten dat wij dit weekend net zoveel aandacht trekken als toen. Stad FM. Radio Stad Den Haag. 97.2. Radio Stad FM, het Stadweekend. Een reunie die er echt mag zijn. Mijn naam is Ger de Goede en later in dit programma ook nog Hans Buitelaar. Die doet deel 2. En deel 3 is Freek Fontijn. En dan Edward Nijdam en Mark den Hartog. Kwartet is er tot 4 uur vanmiddag. En na 4 in de Stad Super 2 met Herman van Velzen en Mike de Mos. Ik heb Mike nog niet gezien. Waarschijnlijk wezen stappen gisteravond. Aan de telefoon heb ik Guus. Goedemorgen, Guus. Hey, goedemorgen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Voor ons is het gewoon eigenlijk nog nacht. We hebben de hele dag naar jullie geluisterd. Ja? En het is wat, echt fantastisch. Wat vind je ervan? Ja? Ja, en we zijn wakker geworden. We werden op de bank van onze kleren aan wakker. Ja? En eigenlijk moeten we over 2 dagen op vakantie, dus moeten gaan pakken. Nou, we dachten, nou, kan ons het schelen. We trekken een fles whisky open en we gaan luisteren. En dan hoorden we het laatste nummer net, bij ja. Erik Benjamin. Oh, de tune van de marathon. Ja, precies. Hoe heet die? Hoe heet die? Martin Circus. Ja, precies. En die hebben wij even snel op het keyboard hier geleerd. Wil je me horen? Ja, graag. Okay, ik denk alle luisteraars ook. Oké, okay, Rem. DJ Vrouw. Ja. Wij vinden het heel erg goed, Guus. Wil je nog even een reactie van Erik? Ja, heel graag. Daar komt hij. Ja, Erik, kom op. Als je hem vroeger ook zo had kunnen spelen, dan had ik je iedere avond uitgenodigd. Dan hadden je keyboard ingeplucht en... Vertel me niet. Want er waren mooie vrouwen, jongen. Die keken niet naar me, verdomme. Oh, nee? Nee. Nee, maar ik zag je wel, hoor. Ja, oké, okay, bedankt. Hey, gaat het door, hè, gast. Dankjewel, fijne dag nog. Okay, Guus, dankjewel voor je belletje. Dankjewel. En snel door met de muziek hier bij Stad FM. Winter op Stad Den Haag, proef de sfeer. Op FM, Radio Stad Den Haag. De Stad Zaterdag is niet zomaar een dag vol disco. De Stad Zaterdag. Een uitgekiend programma vol muziek afgestemd op jonge, dynamische luisteraars zoals jij. Herken jezelf. Luister Stad op Zaterdag. Niet zomaar een dag vol disco. Radio Stad Den Haag.